Goedenavond allemaal, we staan hier weer live in de Herkse Marken, waar FC Herkse weer heeft gespeeld in de Herendivisie vanavond. Helaas Henk, weer geen overwinning hè? Nee, helaas. Maar ja, als je ziet wat voor voorbereiding we dan nog hebben. Het is vorige week gaan we weer met 4 bussen weg. En vandaag hebben we om 4 uur nog een oproep via Facebook moeten doen om een aantal spelers beschikbaar te krijgen. En daar is ons totale budget ook aan opgegaan. We hebben Harry K. gekocht. Dus met een balkje voor de ogen, Harry K. voor de routine. Met en Harry uit het HJ-team van Winnersheim voor het gewicht. En ja, onze razende reporter heeft zelf ook een balletje meegetrapt. Ja, als je daar een wedstrijd mee moet winnen, ja, dan wordt het natuurlijk wel een stukje lastiger. Nee, maar coach, het zegt ook alweer genoeg als ik dan een half wedstrijdje meevoetbal, dat ik dan nog aardig met het niveau mee kan. Ik zeg, de spelers zagen ook niet op hun top uit vandaag. Eigenlijk, dat klopt wel. Alleen de volgende keer zal ik je wel even vertellen welke kant we op voetballen. Dat het voor jou wel belangrijk is. Nee, dat is goed, die zien we nooit meer. Dan heb ik ook wat vragen aan de spelers die onder andere mee hebben gespeeld vandaag. Allereerst aan Tom Kloosterman, die naast je zit. Tom, de meeste mensen maken een snoekduik als ze een heel mooi doelpunt gemaakt hebben. Maar jij maakt hem rond de middenlijn. Ja, ik word gewoon vol neergeschopt door mijn eigen teammaatje. Nou, volgens mij was er geen teammaat in een onder. Er was helemaal niemand in de buurt toen jij die snoekduik daar maakte, midden halverwege op dat veld. Dus nou een goede uitleg. Er was tegen een lange voeten. Dat struikelde ik ook. Nee, en dan gaan we rusten. En dan heeft hij, Tom heeft, nou ja, die wordt dan na de rust, komt hij eigenlijk niet meer terug. En dan op een gegeven moment, aan het eind van de wedstrijd, de laatste 4-5 minuten, dan komt hij er weer in, Tom. Was je thee heel warm ofzo, of? Nee, niet echt. Maar je had toch wel even wat tijd nodig om te herstellen, zeg maar, van de eerste helft? Nee, ik heb jou even de kans gegeven om even te voetballen. En volgens mij heb je Herbert vervangen, maar goed. Nou, dit is discussie maar even overslaan. Want, hè? Maar Herbert, waar is Herbert eigenlijk? Ja. Toch wel knap dat die jongen naar, van de week heeft hij nog meegedaan met het Nederlands kampioenschap spanbandkoppen. En daar is die jongen toch keurig eerste geworden. Herbert, hoeveel deelnemers deden er ook alweer mee? 1. Klasse jongen. En dan nog een vraagje. Stefan speelde vandaag ook. Speelde best wel een goede wedstrijd, mag ik wel zeggen. Nou ja, aan het eind van de wedstrijd, dan volgens mij had hij zelf geen zin meer, want nou ja, hij maakte een tackle richting de speler en wordt er vervolgens uitgestuurd. Stefan, als je de volgende... Nou ja, ja, je raakte de speler niet, maar ik bedoel, als je ernaar wordt gestuurd, ja, dan hoort hij eigenlijk wel onder de grasmat vandaan te worden getrokken. Wat is je reactie hierop? Ik was iets te laat. Ja, je was te laat voor de bal en ook te laat voor de man, volgens mij, want die heb je ook nauwelijks geraakt. De coach wou mij niet wisselen, ik denk, dan ga ik er zelf maar uit. Ik stel voor dat dit dan echt een nominatie is voor de blunder van hier tot zondag. Goed idee, coach! En then also we have some very special guests who came over tonight. All the way from America, from Frankton, which is in Indiana, I believe. And so you came here today. I heard you were farmers for 100 years this year, and he became 100. I believe. And he's still looking strong. And, Theo, are you Theo Willemsen? Is the jongen, je bedoelt niks, want het is Theo Willemsen. In the States, you gotta have an American name, Theo. So you came all the way here to see these players play football today, and are you looking for a sponsorship for FC Herkse? Yeah, we might, but we're always looking for a winning team, and I didn't see that this evening, so... But if you're going to be a sponsor, I believe your real name of your company is called Diary Ever Milk Logistics. I mean, we got some big guys in the team, but that won't fit on a shirt, I believe. I'm not sure what kind of journalist you are, but you got some wrong information. It is Williamson Dairy and Evermilk Logistics. So you can pick one of the two and be negotiating there. All both. Oh. Allebei. Yes. Theo, this is a discussion we don't want. Look,
We've got sponsors. We've got the Buildmaster installation techniques. we've got GD cars autos. We've got Stiege party rental. We've got a Fox of building. En Groneman cold store en Groneman transport. That were all great sponsors. You have to be happy to be our sponsor. Yeah. You can talk as long as you want, but you lost this evening, so I don't talk to you. I heard, Theo, that you were a big fan of American football. Well, after not this game, but the game before, we saw some players with very good talent in American football. Yes. Our players, they should go to the Indiana Colts. If I see Arjan Schopping, the balls high between the lats, the palen, high between the palen. Yeah, that's another cook, hè? That's another cook. That's very different. But also Rooney, our Rooney, he should be a very good player by the Indiana Colts. Much better than DQ Will Jackson. That's not a very good player, but Rooney, that's a very good player. And we don't need have a horseshoe as symbol. We don't need luck. We want success. And that's what we want. And if you want success, you have to need great sponsors. And you should be one. No, I completely agree. But if you want to be a winning team, we need good players and a good coach too. So we might have to look at that. Would you be our coach? He's got some white milk. No, that's a good point, so with the Zadogis, because a loss is a loss. Zullen we het maar een einde noemen, coach? Ik denk dat de spelers wel toe zijn aan deze voorjaarsstop. Volgens mij hebben ze het herstel van deze komende twee weken wel nodig. Want ze zijn niet echt bepaald in topvorm, hè? Nee, al die kleine pijntjes. Ik denk dat het goed is dat we nu twee weken of drie weken voorjaarsstop hebben. Laten we nou lekker afsluiten met een glas melk. Een glas of milk. Kom dairy ever milk. Oh nee, dairy. Ever milk. Dairy ever milk or what was the other one? We got a sponsor. What kind of coach are you? You don't even prepare for nothing? Why? I'm a marketing coach. Alright, no deal, but I buy everybody a milk in here. Thank you. Let's talk about it, eh? With a glass of milk. Coach, en als we naar volgende wedstrijd winnen dan? If we win the next game, we'll talk. We will talk. Thank you. That's where we close the evening. Thank you all, and we hope to see you after our first. Top